Mijn naam is Denise Griffioen. Ik ben de manager van de shop van Nautifit, jachtservice. Wij zijn gevestigd in Schagen. We zitten direct aan het water. We hebben daar 1400 vierkante meter aan bedrijfsruimte. Dat bestaat dus deels uit de shop, maar deels ook uit een werf. Met een eigen kraan, zodat we ook boten in en uit het water kunnen takelen. Je komt hier naar een ontvangstruimte, je wordt ontvangen door een dame. Dan ga je zitten en je krijgt uitleg over hoe het refitproces gaat lopen. Als je schip zeg maar op een goede manier wil refitten, dan heb je meerdere disciplines bij elkaar nodig. En dat was het idee van Nautifit om met onze bestaande leveranciers, die ook spullen leveren voor de nieuwbouw, om daar een professioneel refitbedrijf mee te starten. En je kan een schip een tweede leven geven door hem te refitten. En dat begint vaak als je naar de buitenkant kijkt bij het polyester. Je kan het polyester weer helemaal opfrissen, opknappen, dat het weer jaren mee kan. Als je dan kijkt naar het dek, vaak is er teak dek gebruikt. Dat teak dek kan eraf, kan dus tegenwoordig ook heel goed vervangen worden door een teak vervanger, zoals S-Tech. Nou, dat doen we, daar hebben we nu een jaar of 7 ervaring mee. In het begin moeten er een aantal stappen genomen worden. Moet het oude materiaal verwijderd worden, ja of nee? Dan moet goed ingemeten worden. Dan moet er een mal gemaakt worden om het helemaal te kijken of het allemaal goed past. Dan moet er basismateriaal worden geleverd door S-Tech in kleur en lijnenspel. Dan moet het gefreesd worden. Volgende stap is, als het gefreesd is, dat we gaan passen. Nadat het gepast is en het past allemaal, dan zullen we de stap maken om het te gaan leggen. Nou, het moet op goede temperatuur, onder goede omstandigheden. Stofvrij, vetvrij. Dat moet op locatie binnen. Die ruimtes hebben wij hier. Gaan we met techniek, met name vacuümtechniek, gaan we aan de slag. En dat is echt een vakmanschap. Dus we hebben hier mensen in dienst die dat al jaren doen en die kunnen grote oppervlakte goed verlijmen. Dat er een duidelijke groep is die zegt ik wil juist rust in mijn dek. Want het mooie is, dan kunnen we het egaal leveren. Maar er zijn ook genoeg mensen die hun fantasie op hol laten slaan en zeggen ik wil er een stuk design in terug laten komen. Een lijnenspel. Ik zie een hele sterke trend naar donkere kleuren, grijze, zwartere kleuren. Het mooie van het S-Tech is, het blijft kleurecht. En het aardige is, je kan er eigenlijk elk mogelijk patroon aan lijnenspel in kiezen wat je wil. Zelf zeiler, ik ken het oude teak. Het heeft echt, nou, het heeft wel 10, 12, 15 voordelen boven echte teak. De kleurechtheid, het is materiaal waar je heel prettig op staat. Dus het is veel makkelijker schoon te maken. Het is voor ons op zich goed te verwerken. Als je het professioneel verwerkt op goede temperatuur, is het ook goed te verwerken. Het moet duidelijk zijn wat er met een schip gebeurt. We maken een stappenplan. We maken een heldere offerte met transparante prijzen erin. Zodat men ziet, oké, ik lever mijn schip in. Dit is wat ik ervoor krijg. En mijn schip ziet er nadien zo uit. En ik kan de mensen erop aanspreken. We leveren altijd garantie bij.